Jee, we hebben een trainerdiploma. Gefeliciteerd, Rikachu. Deze diploma laat zien dat je de Pokédex compleet hebt gemaakt. Jee! YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we eindelijk, ja nu echt eindelijk, de Pokédex completen in Pokémon Let's Go Pikachu. Ik wou die Chansey vangen, maar die besloot dus om gewoon even lekker weg te lopen. Moeten nog twee Pokémon in onze Pokédex en dat zijn Seaking en Dragonite. Seaking gaan we evolueren, daar zijn we denk ik wel bijna. En Dragonite ga ik denk ik gewoon ruilen. Want dat duurt nog wel even voordat we onze Dragonair op level 55 hebben. Dat kan je natuurlijk ook doen, maar het is sneller om die even te ruilen. Ik heb weer Ultra Balls gekocht in het Pokécenter. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat ik een Shiny Graveler met Great Balls moest vangen. En het is nog gelukt ook, bizar. En in deze aflevering gaan we dus de Shiny Charm ophalen in Saladin City. En ik heb er nu al super veel zin in. Goldeen is ondertussen level 31. En ik denk dat hij toch wel echt bijna moet gaan evolueren naar Seaking. Kijk mijn shiny Graveler naast die normale Graveler. Ja hoor, hoppa. We hebben er gewoon weer een shiny bij. Hier weer een Chansey. Ga je weer lekker springen? Oh, nice. Je sprong precies de goede kant op. Thanks Chansey. Dankjewel. En ja. En ook gewoon in één keer. Wauw. Oké, okay. We mogen opeens al die Pokémon gewoon in één keer vangen. Dat is lekker. 2250 XP en Goldeen groeit naar level 32. En er zijn er nog veel meer die een leveltje omhoog gaan. Is dit het moment? Nog steeds niet. Wanneer gaat die Goldeen even evolueren, man? Is dat pas op level 40 of zo? Ah, daar is nog een Chansey. Let's go. Oh, oké. Worden we even in de maling genomen daar. Dan maar deze Chansey. Oh, die was bijna te ver. Net op het randje. 1, 2, 3. Come on. Hoppa, we gaan lekker man. Top dat we al die Chanseys zo mogen vangen. Vind ik echt leuk. 2250 XP opnieuw is niet superveel. Als je weet dat je ook echt 30.000 of 60.000 XP zelfs kan krijgen door het vangen van één Chansey. Kom op, ik wil mijn Seaking of een Shiny Ditto. Shiny Ditto zou ook wel leuk zijn. Daar, Chansey. Vang hem! Niet helemaal goed gegooid opnieuw. Maar ja, we gaan de laatste tijd wel lekker. Ah, oh, jammer. Als we gelijk gooien, hebben we gelijk een excellent. Hoppa, nice. Ja, lekker. En deze gaat waarschijnlijk wel iets meer XP geven. 12.000 XP. Hoppa, dat is super lekker. Kijk die Goldeen gaan, jongen. Shiny Graveler gaat ook een leveltje omhoog naar level 58. Charizard 2 levels omhoog zelfs. Dragonair ook 2 levels omhoog. En Goldeen gaat echt 1, 2. Die gaat gewoon lekker 4 levels omhoog. En die wil Horntrail leren? Ja, dat wil ik wel. Doe maar in plaats van Quick Attack. Horntrail is echt ideaal als je tegen een Pokémon vecht met heel veel defense. Zoals bijvoorbeeld Chansey of Snorlax. Want je hebt hem gewoon in één keer neer als die raakt. Is een kans van minder dan 1 op 3 dat hij raakt. Maar toch. En ja, Goldeen gaat eindelijk evolueren naar Seaking. Dit is de ene laatste Pokémon die ik nodig heb in de Pokédex. En daar gaan we lekker door. Seaking, yo man! Leuk dat je er ook bij bent. Goldeen evolved into Seaking. Nice. En de Pokédex zegt over Seaking. Het is de taak van het mannetje om een nest te maken. En dat doet hij door met die hoorn gewoon gaten te maken in stenen in het water. En dat wordt dan nou, steeds een groter nest. Oké. Okay. Nou, top. Dan hebben we dus nu alleen nog Dragonite nodig. Daarvoor kunnen we dus Dragonair trainen naar level 55. Maar ik heb ook nog wel een Dragonite over. En die kan ik eventjes ruilen met mezelf. Ik zou natuurlijk ook wel kunnen kijken of ik een wilde Dragonite kan vangen. Ik weet niet of die nu al spant. Ik heb nu een 5 streak op Chansey. Ik denk niet dat die al spant. Maar we kunnen het wel even proberen. Dit is bijvoorbeeld een plek waar Dragonite zou kunnen spawnen. Dan moeten we sowieso even een lure aanzetten. En dan is het gewoon eventjes heel eventjes afwachten. Ja, zo te zien niet. Want meestal komen ze gelijk. En ik zie nu alleen nog maar Pharaohs. Dus ik denk niet dat die Dragonite nu hier gaat spawnen. Het zou ook wel kunnen dat je hier dus dit Shiny Charm al voor nodig hebt. Dat het dan pas gebeurt dat Dragonite spant, dat weet ik niet zeker. Dat zou je zelf even moeten testen. Maar ik ga maar gewoon eventjes een Dragonite fixen. Hoppa, we hebben elkaar gevonden. Eens even kijken hoor. Yes, Dragonite. Offer as a trade. En zal ik daar dan gewoon een schamele Caterpie voor terugruilen? Dit lijkt me eerlijk. Dit lijkt me super eerlijk. Wat vinden jullie ervan? There we go. Doei Caterpie. Dit is zo'n oneerlijke ruil. Ah, oh, daar gaat mijn Caterpie en daar is Dragonite.
Yeah, in een Ultra Ball natuurlijk. Bam! Dragonite! En dit is dus de allerlaatste Pokémon die ik nodig heb in mijn Pokédex. Op Melmetal na natuurlijk. Maar goed, die tellen we even niet mee. En er wordt verteld dat Dragonite ergens leeft in de zee en dat die kan vliegen. Maar dit zijn alleen maar geruchten. Jongens, Dragonites zijn echt super zeldzaam in de wereld van Pokémon. En wij hebben er één. En dat betekent dus dat wij nu alle originele 150 Pokémon in onze Pokédex hebben. Zoals je hier kan zien. En daar gaat het om als je de Shiny Charm wil halen. Je moet ze allemaal hebben tot aan Mewtwo. Wat we nu gaan doen is naar Saladin City. We moeten echt zo vaak terug naar Saladin City. Want daar is gewoon heel veel te halen. En dan moeten we dus naar het kantoor van de makers van Pokémon. Dan stap ik even van mijn Charizard af. Neem ik mijn Shiny Graveler mee naar binnen. Gaan we een paar verdiepingen naar boven. Gaan we het kantoor opzoeken van de makers van Pokémon. Want die hebben hunzelf gewoon in deze game gestopt. Vind ik super leuk trouwens. En dan gaan we de Shiny Charm ophalen. Hier op deze verdieping. Mijn lure is uitgewerkt. Maar dat boeit niet. En dan moeten we dus met deze meneer praten voor de Shiny Charm. En hij zegt: wow, geweldig. Je hebt je Pokédex compleet gemaakt. Prachtig. Gefeliciteerd. En hier heb je deze beloning. Yay, we hebben een trainerdiploma. Gefeliciteerd, Rikachu. Deze diploma laat zien dat je de Pokédex compleet hebt gemaakt. Yay. En we krijgen nog een speciale gift van deze meneer. En dat is inderdaad de Shiny Charm. En dit verhoogt je kansen zo erg dat je een shiny Pokémon tegen kan komen. Laat je Pokédex ook aan de developers zien. Oh, krijgen we dan ook nog wat van de rest? Ja, of gaan ze ons gewoon allemaal feliciteren? Ik denk dat ze ons gewoon gaan feliciteren. Even kijken, heb jij nog wat te vertellen? Oh, hij zegt impressive, maar je hebt nog een hele lange weg te gaan. En daarna zegt hij dat hij een grapje maakt. De grappen maken, joh. Door alleen de Shiny Charm te hebben, vergroot je de kansen om een Shiny Pokémon tegen te komen van 1 op de 4096 naar 1 op de 1365. Dat is al insane veel beter. Dit ding moet je dus nooit van je leven verkopen, hè. Nooit. Als je deze verkoopt, is gewoon rip. Ik zou het echt niet kunnen snappen als iemand dit ding ooit verkoopt. Dat is echt niet slim. Als je nu 31 keer dezelfde Pokémon vangt en je zet een lure aan, dan vergroot je je kansen naar 1 shiny Pokémon op de 273. En dat is echt super weinig. Je kan zelfs gewoon 31 Magikarp vangen of 31 Pidgeys ergens anders naartoe gaan en hopen dat jouw favoriete Pokémon in zijn shiny vorm spawnt. Dat kan je ook gewoon doen. Maar er is dus wel een grotere kans dat als je 31 keer een Pidgey vangt, dat er ook een shiny Pidgey komt. Maar ja, als je gewoon naar een plek gaat waar geen Pidgeys zijn, dan ga je dus een andere shiny vangen. Een andere tip is dat je je game niet moet afsluiten. Zet je Nintendo Switch gewoon op slaapstand, maar sluit de game niet af, want anders reset je combo. Je catch combo bedoel ik dus. Dus als je dan 31 Pidgeys hebt gevangen en je sluit je game af, moet je weer opnieuw beginnen met 31 Pidgeys vangen. Ik vind de Shiny Hunt niet echt iets voor op YouTube. Dat doe ik wel vaak op Twitch, dus volg me ook op Twitch als je dat daar wil zien. En ik speel zelf los van YouTube ook Pokémon Let's Go Pikachu. En daar heb ik al meer dan 30 Shinies in mijn Pokédex. Dus in de volgende aflevering ga ik al die Shinies aan jullie laten zien. Dan kunnen jullie zien wat er gebeurt als je inderdaad dus de Shiny Charm hebt en alle methodes op de goede manier toepast. Ik hoop dat jullie dat ook tof vinden. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mij dus live zien gamen, volg dan ook op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!